Vandaag is de dag dat we de miners hier weghalen bij Bit.nl, een datacentrum waar heel veel websites leven in Ede. Geweldige plek. Maar ja, de stroom is te duur, de huur is te veel, je hebt allemaal security, allemaal dingen. En die hebben we niet nodig. We gaan naar een kweker toe. Een geweldige tomatenkweker in het Westland. Even de afbouw en de opbouw zien. Bij Bit hebben ze ook gewoon elektrische auto's. Ze hebben überhaupt heel veel stroom. Dus je kan in ieder geval gewoon lekker laden. En ik ben wel aardig halverwege zijn we nu. We hebben 50 miners die hier zijn. Ik laad lekker op. De anderen komen er zo bij. Ik ben wel trots hoe die miners gewoon zo netjes opgestapeld zijn in mijn Tesla. Er moeten er totaal 50 in. En Bit heeft ook een geweldig meet-up centrum. Dat is hier. En dat gaat met een loopbrug naartoe. Daar heb ik een geweldige crypto investment summit gehouden. Ja, en waarom is het nou, moeten we hier weg? Ja, het kost hier €450 per rek. Per maand. Ik zal zo laten zien wat dat is. Alles is hier mooi geregeld. Veiligheid. Je moet inchecken. En als je er niet bent, als je niet hebt aangemeld, dan kom je er gewoon niet in. Nu moet ik de serverruimte in. En daarvoor moet ik eventjes dit ding gebruiken. Ik ben niet zo kleuter. Ja. Ik ben niet geïdentificeerd. Ja, hallo. Oké, okay, nog een keer. Ik ben het. Oké, okay, en dan gaat dit kleine deurtje open. Dit is dus een datacentrum en hier betaal je dus voor backup. Heel belangrijk. Elektriciteit. Verwarming. Dit is passieve koeling. Dus dit wordt niet gewoon met airconditioning gedaan. Dat is wel heel goed. En hier hebben we IDAM. Onze kabeltjes die we al hebben weggehaald. En hier hebben we dus een heleboel rekken met allemaal miners. Wij waren de eerste en na ons zijn er wel een aantal gevolgd. Die dingen die maken een teringherrie. En deze hebben we nu net leeg gemaakt. Die gaan we dus meenemen. Zo'n rekje kost dus €450 per maand. Plus elektriciteit, 11 cent per kilowattuur. Ja, en die elektriciteit is heel duur. En die €450 is ook duur. Niet voor een server, maar wel voor een miner. Maar het is hier heel mooi gebouwd. Goede mensen, geweldige service. En allemaal prachtige dingen die je hier hebt. Wat dit nou weer is, mag Joost weten. En hier zijn we bezig om de andere twee rekken weg te halen. Met mijn partner Idaan. Kijk, en hier zie je de achterkant. Dit zijn S9's. En hier hebben we nog 14 L3 plussen. Nou, en dan de laatste. Stefan komt zelf even helpen. Zo. Hoe vind je dat nou, Stefan? Laatste. Zo'n datacentrum met 3x420 vierkante meter en dan 15 miljoen omzet. Hoeveel vierkante meter heb jij? Wij hebben 110.000 vierkante meter. 110.000 vierkante meter? Dat is maar een klein hokje dit. En dan hoeveel omzet doe je dan met 110.000 vierkante meter? Ongeveer de helft van hun, begreep ik. De helft. En hoeveel kilo tomaten maak je dan? 9 miljoen. 9 miljoen. Weet je ook nog hoeveel megawattuur je gebruikt daarvoor? 1 kilowattuur per tomaten per kilo? 15 miljoen kilowatt, denk ik. 15 miljoen kilowatt. Ja, dus 1,5 kilowattuur per miner. Ja. En dan staat hier gewoon nu voor 2 ton aan mining equipment in de Model X. En dan gaan we naar de 110 vierkante meter. Dat zal niet echt veel ruimte innemen daar, ben ik bang. Wij zijn klaar met Bit. We zijn er geweest. We zitten hier gewoon lekker met een 40, 50 miners achterin. En nu gaan we naar Zevenbergen toe. Zevenhuizen. In Zevenhuizen. Naar 110.000 vierkante meter met een warmtekrachtkoppeling. En waardoor onze miners een stuk groener gaan worden. Dat gebeurt niet zo vaak. Even voorbij mijn auto rijden. Met €150.000 miners erin. Oh, wat is die mooi.
Zo, hier zijn we bij de 110.000 vierkante meter. En daar gaan we nu minen. Zo, hij staat nu in de hal, de productiehal. En we gaan het nu de miners even installeren. Nou, het is al aardig leeg. En hier gaat alles grootschalig. Dus we hebben hier ook gewoon een heftruck. Hier gaat 10 miljoen kilo tomaten doorheen. En overal zijn geweldige machines. Prachtige robots die verpakkingen maken. Kijk eens even hoe mooi dat is. Bang! Duizenden dozen. Ja. En hoeveel is nou 110.000 vierkante meter? Dat is ongelooflijk veel. Ik kan het einde niet zien. En hier zie je ook het einde niet. En dan zie je hier, alles komt uit de bodem. En dit zijn generaties. Dus vandaag, dit is de enige dag, tweede dag, worden steeds kleiner. Dus ze worden altijd van onderaan, worden ze als eerste rijp. Zie je hier prachtige mooie trostomaten. Die kunnen wij in Nederland alleen maar maken. 1,5 kilowattuur hebben we nodig aan energie. Of elektriciteit om deze dingen te maken. En daarboven zijn ze allemaal nog groen. En die tuinders zijn ook geautomatiseerd met alles. Ze kunnen met 40 man 10 miljoen kilo maken. Echt zo groot. Oké, zo'n heftruck al 1500 kilo aan. Dus een paar 160 van die miners. 4 kilo. Dat stelt helemaal niks voor. We gaan in de zolder. Kijk, hier is gewoon geen enkel probleem. Wat een ruimte. Hier komen de miners. 60 stuks. Kijk. Nou, ze zijn gearriveerd. En daar zijn de stellingen. Misschien is over 10 jaar dit wel een gigantisch datacentrum. Met een geweldig goede geïntegreerde warmte- en elektriciteitsproductie. Zo. Nou, keurig, netjes. Aansluitingen. Waarschuwing. Nou, dit weten ze wel hoe ze dat hier moeten doen. Dus de eerste helft is al klaar. Nu alleen nog de hubs. De rest van de miners. De hubs aansluiten. De modemverbinding, het VPN en dan kunnen we draaien. Nou, en dan hebben we de vierde partner, komt er ook bij. Had je gedacht dat je dit ooit nog zou doen als tomatenkweker? Nee, dat stond niet in onze toekomstvisie. En wat noemde jij het nou? Op zoek naar het digitale goud? Digitale goud, ja. Ja, tomatengoud hebben we. En nu digitaal. Ja, we hadden het rode niet op het goud. Nou, en direct al een tering, Harry. Maar ze hebben nu allemaal verbinding met Ethernet. En hier is nog meer. De hub werkt. De router. Het enige wat we nu nog moeten hebben is internet. En ja, daar hebben we dus een stekkertje wat we niet hebben. Dus dat is een beetje een ding. Oké. En hij heeft dus gewoon, daar hebben we de tang. Die moet gemaakt worden. Aan de andere kant is ook alles aangesloten. Dus nu werk aan het internet. Jasper is de expert op het gebied van UTP-kabels maken. Kijk, er wordt hard gewerkt hier. Nou, diep in de nacht. We hebben internet. Wauw. Dus wat is de status? Nou, we hebben er 41 online van de 50. En het is eigenlijk laatst af, we stoppen ermee. Oké. Het is 10:30. 41 van de 50. Die doen het. We hebben een paar die zijn kapot. Die allemaal fouten doen. En een paar die niet online willen komen. Dus, maar morgen is er weer een dag. Laat ze maar lekker doorminen.
Wij hebben het gedaan. Nou, en dan hebben we de vierde partner, komt er ook bij. Had je gedacht dat je dit nou ooit nog zou doen als tomatenkweker? Nee, dat stond niet in onze toekomstvisie. Nee. En wat noemde jij het nou? Op zoek naar het digitale goud? Digitale goud, ja. Ja, tomatengoud hebben we. En ja. Nu digitaal. Ja. Ik had het rode niet op het goud.